Als op 2,5 jaar. Ik ben begonnen met een S13 die op duidelijke reden heeft kapot gelopen. Ik heb daarmee tot half 2010 mee gedrift op zolder. Vanaf dan ben ik met een BMW gaan driften, de E36. Die hebben wij eind september opgegooid naar een M3. Daarmee naar Polen geweest. Ook veel lol gemaakt, veel plezier. En ja, vooral doen we de driftcup. Nu hier, dus gaan we proberen volgend jaar meer BDC te rijden, buitenland, goede events. Sowieso de drift kunnen blijven doen, dat is dichtbij, dat is leuk, dat is gezellig, zoals het hoort. Dit jaar heb ik de overstap gemaakt van natdriften naar droogdriften. En ik heb de overstap gemaakt van een Ford Sierra naar een RX-7 met toch wel wat serieuze vermogen in verhouding met de Sierra. Grote overstap. Achteraf gezien beter die dingen niet tegelijk hadden moeten doen. Want het was, ik heb veel problemen gehad tot nu toe. Het lijkt erop dat het bij dit evenement eindelijk een beetje goed begint te gaan. En ik heb er nu wel vertrouwen in dat het gewoon beter gaat komen de aankomende tijd. Maar toch nog wel veel dingen waar ik aan moet werken. Alleen doordat één jongen nu doorgaat naar de Super Pro, sta ik nu vierde gekwalificeerd. Totaal niet verwacht. Toen ze de uitslag gaven, begonnen ze vanaf 16 naar boven te werken. Ik denk, nou, het zit er niet in meer vandaag. Dus uiteindelijk gewoon wel gewoon vierde. Dus ik vond dat ik heel veel fout in mijn run zat. Vooral de eerste keer bijna spin boven op de bult, vol gas de grindbak in. Gewoon op gas blijven en door blijven driften, denk ik dan bij mezelf. Nou, gedaan. Tweede run, volgens mij met de entry niet fijn. Nou, en ook een paar kleine foutjes in de overgang naar de grote lange bocht. Laatste run viel die zelfs bijna dood in de korte doordraaien naar boven toe. Ja, dat was gewoon niet zoals het hoorde, zeg maar. Dus, maar toch, ja. Ik ben wel tevreden en heel erg veel zin in de bed. Qualifier with the best entries that I think anybody's seen here and pulled it off
was Kevin Corsius in de yellow PM. Ik dus eerst gekwalificeerd. Ging best wel goed buiten de eerste, die was vrij slecht, veel moet corrigeren. De tweede ging beter, vrij veel goed met inzetten. Ook bijna het enigste met clutch ging inzetten. De meeste is allemaal handrem. Lekker veel rook, veel gejuich van de toeschouwers. Ja, hetzelfde met de derde, dat was iets minder, maar het ook even goed. Ja, het voelde allemaal wel goed aan, dus ik denk dat het best lekker, ook doet dat goed.